vandaag heb ik weer eens een shoplog voor jullie. Het is echt heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Maar ik heb een nieuwe verslaving en het heet AliExpress. Ik weet dat ik een beetje laat to the club ben, maar beter laat dan nooit. Ik heb hier natuurlijk altijd al eens van gehoord, maar ik dacht dat het gewoon een webshop was. Maar het is dus in principe gewoon hetzelfde als eBay, maar dan 10 keer makkelijker en beter. Het principe is gewoon hetzelfde. Het is een hoop zooi voor heel weinig geld. En je moet er een maand of 2 maanden op wachten tot je het thuis hebt. Ik zag zoveel leuke dingen voor zo weinig geld dat ik heel mijn mandje volgooide en van alles bestelde. Ik denk ongeveer nu een maand of anderhalf maand zelfs geleden heb ik een bestelling geplaatst. En ik heb toen gelijk 13 dingen besteld. Maar dat zijn allemaal verschillende verkopers. En ik dacht eigenlijk dat het er wel binnen 2 weken allemaal zou zijn. Dus toen ik heel blij een paar dagen terugkwam van mijn ouders en pas 2 dingen had ontvangen, dacht ik van shit. En daarom heb ik ook best wel lang moeten wachten tot van alles binnen was. En ik heb nu weer 2 nieuwe bestellingen geplaatst met nieuwe spullen. Maar goed, laat het zo zeggen, het duurt lang. Tuurlijk duurt het lang, want het komt uit China en weet ik veel allemaal waar vandaan. Het komt van ver. En je betaalt er geen drol voor, dus wat kan je verwachten? Maar goed, ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga als eerste dit hoesje laten zien. Deze heb ik een paar dagen geleden binnengekregen. Ja, het is gewoon echt een simpel hoesje, maar ik vind deze heel fijn omdat deze gewoon heel fijn aansluit op je telefoon en het voelt heel zacht en prettig. Ik vind het gewoon fijn als een hoesje je telefoon niet dikker maakt dan dat hij is. Natuurlijk is dat altijd wel iets. Maar hiervoor had ik een week deze. En dit was echt afschuwelijk. Nou ja, goed. Dit is allemaal hartstikke leuk hoor, met die glitters en dingetjes erin. Als je dat op je telefoon doet, dan is je telefoon gewoon 2 keer dikker. Het is ook niet per se betere bescherming. Oké, dit is ook geen goede bescherming, I know. Maar het is in ieder geval iets. Ja, dit is hartstikke leuk. Deze heb ik bij de Action gekocht, maar het is echt zo dik dat je gewoon... Ik vind het allemaal lastig om een iPhone 6 met één hand vast te houden. Omdat die groot en glad en zacht is. Gewoon letterlijk. Maar als die dan nog 2 keer dikker is, dan is je hand nog helemaal zo. Maar goed, om terug te komen op dit hoesje. Dit hoesje vind ik heel leuk. Ook al staan er letterlijk alleen maar eieren op. Gebakken eieren en kant-en-klaar eieren en eieren schalen. Ik heb voor dit hoesje 1,82 euro. En dat is dus inclusief verzendkosten. Goed, over naar het volgende item. Dat is kleding. Ik heb ook best wel veel kleding gekocht. Als je kleding gaat kopen op AliExpress, alles is van synthetische stof. Nee, niet alles. 9 van de 10 dingen is synthetische stof. Dat wil zeggen dat het een gek stofje is waar je heel snel in gaat zweten. Of nou ja, de meeste mensen. Dat voelt gewoon een beetje gek. Ik kan het beste vergelijken met sportkledingstof. Dus ja, ik vind deze vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Ik heb een kledingstuk dat is echt synthetisch of de... Is echt niet te doen. Deze vind ik eigenlijk nog wel lekker qua stofje. Maar goed, jullie zien het al. Het is Ariel. En ik vind deze wel echt heel leuk. Er zit dan wel 1 dingetje in de print. Zie je 1 stipje? Nou ja, goed. Maar verder vind ik het echt een hele toffe print. Alsof ze getekend is. En dat vind ik hele coole art. Nu mocht je denken, Sanne, waarom koop je nog Disney shirts? Ik ben inderdaad wel gestopt met kleding kopen met... ja, überhaupt een beetje kinderlijk. Laten we eerlijk zijn, Disney is voor kinderen. Er is een planning om dit jaar naar Disney te gaan. En ik had het leuke idee om wat shirts te kopen met Disney figuren erop. Want gewoon leuk als je daar loopt en je hebt dan iets, ik weet niet, dit. En hoe cool is het dan om ergens een Instagram foto te maken. Mijn hoofd gaat helemaal cray, weet je. Echt overdreven. Dan denk ik, oh ja, en dan doe ik dat shirt aan. En dan ergens bij, ik weet helemaal niet of er iets van de Ariel überhaupt in Disneyland te vinden is. In mijn hoofd. Überhaupt geen attractie of zo. Het is een leuk idee en ik voel mezelf... Als ik mezelf een Disney prinses zou noemen, zou ik mezelf Ariel noemen. En ik vind het gewoon leuk. En dit is een maat L. Ik heb verschillende maten besteld. 1L en andere XL. Omdat Aziatische kleding valt gewoon echt heel klein. Omdat de mensen daar kleiner zijn. Dus het is ook wel logisch. Of alles is one size. Mocht je nou geen one size zijn. Waar ik überhaupt ook helemaal tegen ben. Want we zijn geen one size. Dat hele concept dat gaat in mij echt... In mijn hoofd komt er gewoon niet in. Ik ben er echt zo anti als de pest in. Maakt niet uit hoe groot het valt. Maar mocht je nou gewoon op maten willen zoeken. Zodat je gewoon je eigen maat kan bestellen. Kan je het beste dus op plus size clothing zoeken. Ja, het is niet per se plus size. Want de grootste maat is dan XL. Maar voor hun is dat plus size. Dus, maar deze is echt... ja, is wel een beetje... Niet heel lang, zeg maar. Maar qua maat is, die gewoon, is het wel gewoon echt een L. Zoals we hier gewend zijn. En hier heb ik 4,23 euro voor betaald. Dan nog een shirt. Dit is geen synthetische stof. Dit is gewoon de stof zoals we die overal gewend zijn. Gewoon een fijne stof.
En dit is een shirt met a lemon. Lemon. Je hebt ook met heel veel andere fruitstukken. Cherry volgens mij. Dit is een heel fijn shirt. Ik vind alleen de kraag vind ik niet mooi. Kijk, die valt een beetje gekkig. Ja, hij valt gewoon niet mooi. Zie je dat? En hij zit echt heel hoog. Heel hoog. En dat vind ik ook niet echt. Dus het is helemaal, het is een prima shirt. Het is een goede stof. Het is een mooie print. Die zit er gewoon mooi op. Niet gek. Ja, alleen die kraag vind ik dan jammer. Ik denk, ja, had dan even een mooier shirtje gekozen. Kleding kopen op AliExpress kan ik nu op dit moment niet echt heel erg aanraden. En voor dit shirt betaalde ik €4,51. Dan ga ik even naar iets anders dan kleding. Dan heb ik hier een sheet mask met ei. Een egg mask, smooth moisturizing egg mask. En het is dus gewoon zo'n sheet mask die je op je gezicht kan leggen. Smooth moisturizing. Ja, verder kan je er niet heel veel uithalen wat er dan precies in zit. Ik wilde graag een sheet mask, want ik vind het altijd wel heel fijn. Het is gewoon super simpel. Niet zo gedoe en glitter. Ik heb geen idee of het fijn is en wat ei überhaupt voor je gezicht doet. I have no idea. Maar dit was volgens mij echt het allergoedkoopste sheet mask te vinden op AliExpress, want hij was namelijk 88 cent. Kijk, ik heb bedacht dat ik pins op mijn rugzak wil doen. Nu twijfel ik een beetje, omdat ik denk van, ik had überhaupt wat duurdere pins gekocht, maar ja, om nou een pin van €10 op je tas te doen, vind ik heel eng. Want dan ben ik echt bang dat ze eraf gejat worden, omdat het een rugzak is. Dus mensen, alsnog zit dan natuurlijk de pin aan de binnenkant waarmee die vast zit. Dus het kan eigenlijk niet. Maar nu twijfel ik weer omdat ik dan de pins die erin moeten weer heel dik vind. Weet je wel, het is wat anders dan een button. Die zijn toch wel dunner. Maar ik ben dan bang dat ik mijn tas er weer mee ga zieken. Maar goed, het idee is super leuk. Dus ik heb wat pins besteld. Onder andere deze Sochai pin met zalm. Ja, ik vind ze echt, ze zijn belachelijk goedkoop, maar echt belachelijk. Ik dacht misschien ziet het er dan een beetje, is het dan plastic of ziet het er lelijk uit? Maar dat is dus absoluut niet zo tof. En ja, het kost echt geen tiet. Deze pin was maar liefst 61 cent. Dan heb ik er nog één. Ik probeer een beetje dingen te vinden die echt bij me passen. Deze lipstick. Ja, deze is echt heel cool. De print is ook gewoon, ja, er zit wel een deukje hieronder. Zie je hierin, dat blauwe gedeelte. Maar verder, heel cool. I love de kleurencombinatie. En hij is dan, de achterkant is roze goud en de lijnen. Heel leuk, heel tof. De lipstick pin was ook 61 cent. En dan heb ik er nog eentje. En dan de flamingo. Nou ja, mijn hele huis zoals je ziet zit ook al vol met flamingo accessoires. En dit is gewoon een ding wat ik heel leuk vind. Ik vind hem, oh, echt, hij is ook heel schattig. Het valt me echt mee hoe mooi ze zijn hoor. Even serieus. Zo leuk. En deze was 75 cent. Dan heb ik een zonnebril gekocht. Ze hebben echt onwijs toffe zonnebrillen. Hele aparte en allerlei vormen. Als je een leuk zonnebril wil, ga daar kijken. Maar het is natuurlijk wel tricky met zonnebrillen. Want het moet wel, het moet gewoon, eigenlijk moet je het altijd even opzetten om te kijken hoe het staat. Ik heb een zonnebril gekocht. Ik vind hem, ik vond hem toen ik binnen kwam echt, wow, mooi, gaaf. Maar ik weet het echt niet. Hij is wel echt heftig. Hij is echt biggie. Oh, nu zien jullie in mijn kamer en de camera. Ah. Dat is ook. Ik heb nooit spiegelglazen. Ik vind dat best wel irritant. Ja, op zich vind ik hem best heel tof. Hij is wel opvallend en groot. Maar goed, dat vind ik niet erg. Het enige nadeel vind ik is dat hij is heel breed. En ik heb best wel een breed hoofd. Maar hij is echt een beetje te. Weet je wel, normaal sluit hij gewoon fijn aan op je gezicht. Maar hier valt hij echt zo ruim. En ik vind ook dat hij gewoon hier, gewoon een beetje echt, je kijkt gewoon aan de zijkant, kan je gewoon nog er voorbij kijken en inkijken ook. Dus ik denk niet dat ik hem heel veel zal dragen. Ik vind hem best wel heftig en hij zit gewoon niet zo fijn. En hij kijkt gewoon ook niet zo fijn. Weet je, dit had gewoon net even iets meer hier aangesloten moeten zijn. Of iets dichter, dat je hem iets meer op je gezicht kan zetten. Dus hij is niet echt top ontworpen. Maar hij is wel echt best wel mooi. Deze zonnebril was €2,44. Dan weer wat kleding. Weer zo'n gek stoffie. Ik heb deze. Ja, de kat die overal voorbij ziet komen. Je hebt de telefoonhoesjes van. En weet ik veel wat allemaal. Maar ja, de grap is dus eigenlijk het leukst met het shirt. Vind ik. Maar
zoals je al ziet. Ik zat heel erg te twijfelen, dus zal ik nou een zwart t-shirt nemen of een wit t-shirt. Toen dacht ik uiteindelijk neem wit. Want ik draag nu tegenwoordig vaker lichte spijkerbroek. Vind ik wit toch leuker. En als het dan wat mooier weer is, wit leuker. Dus ik dacht, ik neem wit. Nou, don't do it. Het shirt is echt top. Ik vind het echt super leuk. Maar zoals je ziet, het geeft alles weg. De grap is dat je dus gewoon een schattige kat moet zien. En dat je dan soms naar iemand zo kan doen. Maar je ziet alles er doorheen. Het is echt een faal. Het is echt jammer. Hij is heel grappig. Maar ik vind het zo jammer. Want zo is het helemaal niet grappig meer. Je wilt toch gewoon zo van... La 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 la. Fuck you. Nou, goed. Echt jammer. Echt heel flauw. Maar goed, ik zou gewoon... Ik heb mensen de zwart zien kopen. En daar zag ik het inderdaad niet bij. Dus echt een tip... Als je hem wil kopen, koop hem in zwart. En dit shirt kost €2,98. Dan heb ik nog ook make-up gekocht. Je hebt echt belachelijk veel make-up. Wat er ook echt mooi uitziet. Dat je denkt, wow. Ook oogschaduwpalet voor €3. Dat ik denk, en het ziet er zo mooi uit. En hebben ze ook klantenreviews eronder met foto's. Dus dan zie je ook de swatches. En het ziet er gewoon echt goed uit. Ik durf het nog niet allemaal heel erg aan. Maar ik dacht, nou, ik wil dan toch wel een lipproduct. Dus ik ben voor deze matte lipcream gegaan. Vocalure. Ja, het ziet er gewoon wel echt mooi uit. Matte huls en ook nog wel zo'n verpakking erbij. En dit is de kleur Fuzzy Wuzzy. Ik heb hem dus nog niet getest. Maar wat je dan wel ziet, is dat hij dan... Zie je dat hij dus niet helemaal vol zit. Ik ga hem dus maar live met jullie testen. Ja, de geur is een beetje alsof je karamelkoffie. Ja, zoiets. Heel gek. Het brengt hem zich wel fijn aan. Ik heb altijd last van die velletjes. Aan de onderkant zie je. Het ziet er een beetje goor uit, maar don't mind. Het droogt ook wel echt wel mat op. Ik weet niet, ik denk dat ik hem wel mooi vind eigenlijk. Ik ben best wel verbaasd. Ik dacht dat het echt, maar het plakt wel. Hij blijft wel een beetje plakken. Maar hij droogt wel mooi mat op. Kijk dan. Heel goor. Ik kan er nu natuurlijk niet heel veel over zeggen. Maar tot nu toe vind ik hem mooi. Die was €1,69. Nou, ik doe het ervoor hoor. Nou, dan doen we weer even wat kleding. Dit is wel echt de miskoop. En ook hetgene waar ik het meest voor heb betaald. Dus dat is echt jammer. Het ziet er heel leuk uit. Maar ik kan dit natuurlijk nooit goed laten zien. Wacht, ik ga even proberen te staan. Kijk, het is dus een maxi dress. Als het dit nooit zo gaat overkomen. En die sla je dan om. Wat het dus is. Je moet dat lintje door dit gaatje zien te halen. Maar dat gaat bijna niet. Omdat dit is dubbel gestikt. En dat is eigenlijk te dik. En dat lukt je al helemaal niet als je hem aan hebt. Want dan moet je helemaal zo doen, weet je wel. Dus ik heb hem er nu al doorgehaald. En dan krijg ik hem eigenlijk ook niet meer uit. Dus wat ik dan eigenlijk moet doen is er zo instappen. En dan zo. En dan... Waar is het gat? Hier. Trek ik hem uit. Knoop je hem dus zo om. Ik ben benieuwd of ik het überhaupt ga halen. Nou, net al. Maar goed. Dit is ook echt zo over mijn kleding heen. Verder dus. Jammer dat ik geen zak in dit heb. Maar goed, dit is hem dus. Heel lang. Eigenlijk vind ik hem nog zo wel leuk. Oh, die mouw zit ook wel verkeerd. Huh? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Oh, dat zijn mijn eigen mouwen. Ik denk al, wat komt er nou uit? Maar dat zijn de mouwen van mijn shirt. Ik wil altijd dit doen, maar dat gaat natuurlijk niet. Nou goed, ik weet niet waarom ik het zo laat zien. Nou ja, goed. Het zit dus een beetje, ja, het gaat op zich wel. Maar het idee werkt gewoon niet zo lekker met dit touwtje. Nou goed, hij ziet er dus best wel tof uit. En het idee is ook super leuk. Daarom wil ik er ook wel meer voor betalen. Omdat ik dacht van, dat is echt heel leuk. Een soort overslagjurk. Draagt heel makkelijk. Dat doe je gewoon even aan. En het is best wel lekker in de zomer. Maar dit stofje, ik weet niet of het al hoort. Is echt naar. En dit is gewoon echt alles wat je gewoon niet in de zomer aan wil doen. En het kreukt als een tiet ook. Ik vind dit zo jammer. En dat snap ik ook, want het is natuurlijk de meest goedkope stof die je maar kan bedenken. En dit had ik kunnen verwachten, want dat zegt echt iedereen in elke AliExpress shopblog. Alles is synthetisch. Maar het is zo jammer. Dit had zo tof kunnen zijn. Ja, het had echt heel leuk kunnen zijn, maar
Ja, ik ben benieuwd of ik deze überhaupt gaat dragen. Het idee is heel leuk, maar echt waarvoor ik het had bedacht. Om gewoon op een zomerse dag even om te slaan. Of hoe je bikini heen als je naar het strand gaat. Oh mijn god, hier wil je echt nooit mee in de zon zitten. Dit is zo killing. Deze jurk was dan €10,35. En natuurlijk is dat normaal niks voor een jurk. Zeker niet zo'n lange, als het echt een mooie lange jurk was geweest. Maar goed, met die stof. Teleurstellend. Ja, echt heel jammer. Maar goed, het is een beetje fout. Het is wel echt zo mij. Ik zag dit en ik dacht, ik moet dit hebben. Terwijl ik dit niet nodig heb. Want als ik ergens te veel van heb, zijn het wel pyjama's. Oké, komt die. Oh my god. Kijk deze print. En ze hebben ook dan nog in een blauwe print. Maar ik vond deze combinatie helemaal hysterisch. Ja, sorry. Ik heb überhaupt iets met printjes. En de laatste heb ik nog iets meer met bananenprints. Ik vind deze echt. En er zit dus ook een broekje bij. Dus echt een gehele pyjama. En je denkt, ja, het is echt. Als je het binnenkrijgt, denk je echt. Wat is dit formaat? Maar het is dus. Ik pas er echt in. Je gelooft het gewoon niet. Het is een beetje gek gestikt. Daar komt hij. Nee, het is echt. Ja, dit is echt wel een heel klein broekje natuurlijk. Maar zo leuk. Dit is gewoon. Ik hou echt van dit soort dingen. Deze was €6,15. Dan heb ik iets heel simpels gekocht. En dat is gewoon zo'n wenkbrauwborsteltje. Maar ik had er een en die had ik zo lang. En als je dan elke dag dat gebruikt, dan gaat al je poeder erin. Je foundation, je wenkbrauwproduct. Dus zoals op een gegeven moment zat het helemaal vol. En dat krijg je natuurlijk nooit echt goed schoon. Ik dacht, ja, ik moet gewoon een nieuwe kopen. En ik zag, het prijskaartje zat er nog op die oude, het stickertje. En er stond op €3,95. Ik had dat gewoon bij zo'n parfumerie toen gekocht. Nu denk ik echt, why? Want nu heb ik er dus, ik heb gelijk twee gekocht. En dan denk ik, ja, ben ik gelijk klaar. Het is ook gewoon zo'n kort stiltje, heel fijn. Ja, het hoeft ook, dit hoeft ook gewoon niks voor te stellen. En deze zijn 23 cent per stuk. Oké, dan hebben we echt het toppunt van deze shoplog. Qua uitgaven. It's a beauty blender. Oké, je weet wat een normale beauty blender kost. €20. Nou goed. Ik wil dit niet met een echte beauty blender gaan vergelijken. Of misschien juist wel. Ik heb geen idee namelijk. Misschien is dit wel helemaal prima. Maar goed, ik heb hem net binnen gekregen. Daar zit nog geen water in of wat. Dus ik weet ook niet wat hij gaat doen. Maar je wil echt niet weten wat ik hiervoor heb betaald. Ik keek er net nog naar. Toen dacht ik, wat? 17 cent. 17. Inclusief verzenden gewoon. Dit is echt. Dit is gewoon niet goed. Dit kan toch niet voor 17 cent? Gewoon. Hoe kan dit? Wij kunnen niet eens een kaartje versturen in Nederland voor 17 cent naar elkaar. Dan heb ik nog een haarband gekocht. Ik vond deze echt heel tof. Maar ik hou echt heel erg van die gele. Ja, eigenlijk is het meer oranje. Nou ja, mosterdgeel. En ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om haarbanden te dragen. Maar ik heb een beetje een haarbanden-issue. Zo in mijn haar. Oh, nu valt het heel erg mee. Nou, nu heb ik er dus geen last van. Een paar keer, ook als ik hem indeed op mijn haar aan de achterkant. Ja, je ziet het wel een beetje. Maar de vorige keer had ik het echt heel erg. Je haar dus helemaal zo, die achterkant helemaal omhoog gaat staan. Omdat je haar er zo overheen valt. En ik vind het alsnog niet echt mooi vallen. Nee, het valt echt mee. Nou, flauw. Ik kan het niet over klagen. En ik vind het al leuk. Het is ook gewoon even lekker om je haar dan helemaal uit je nek en uit je gezicht te dragen. Dit was een beetje een faal, want eigenlijk was de haarband €1,35. Maar ik heb dan niet op dat moment naar de verzendkosten gekeken. Je kan dus aanklikken gratis verzendkosten, want zij verzenden dus alles gratis. Maar ze hebben dan, sommigen doen heel tricky. Zo had ik een keer iets in mijn winkelwagentje gegooid. En toen bleek ik er uiteindelijk €80 voor of zo voor te moeten betalen. En toen hadden ze echt, het was ook echt een dingetje van €8. En ze hadden dus echt zoveel verzendkosten erop gegooid. Dan doen ze gewoon om je te naaien. En dat trap je dus ook bijna nog in. Maar ik heb dat hier dus ook. De haarband was €1,35. En ik heb uiteindelijk €3,07 betaald. Nou, dat valt dan uiteindelijk nog wel mee. Maar goed, ik heb dan uiteindelijk meer betaald voor de verzendkosten die ze niet hebben. Dan voor de haarband. En dan als laatste heb ik sokken. Kijk, die past heel leuk bij mijn hoesje. Wat slecht. Ja, ze hebben echt zoveel leuke sokken. Ook met sushi dingen en zo. En ik hou, ja, ik hou gewoon van printjes. En ik word blij van gekke sokken. Eieren. Hou je ook zo van eieren? Koop dan nu je eiersokken op AliExpress. Voor maar
1,02 euro. Raar getal. 1,02 euro. Nou goed, dan was dit mijn eerste AliExpress shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het heel erg leuk. Er komen nog wat meer spullen aan. En als jullie het leuk vinden om dit vaker te zien, laat het dan vooral even weten. Want dan ga ik het gewoon doen. Dan ga ik spullen kopen om aan jullie te laten zien. Als er verkopers zijn die de linkjes nog werken van de producten, zet ik die even hieronder. Zodat jullie ook troep kunnen kopen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Peace out. Doei.